ze zullen zeggen: was Jezus ook maar hier vandaag, in het hier en het nu? Zei hij ook maar vandaag tegen Lazarus, tegen Rie, tegen Kees, tegen Mohammed, tegen Sarah: kom naar buiten, keer terug naar ons levende en ga met ons verder. Hoeveel mensen smeken om hulp, om genade in angstige tijden. En bange tijden zijn vaak voor ons in Nederland ver weg. Maar nu komt het onzichtbare coronagevaar opeens heel dichtbij. Lazarus woont in Bethanië. Namen zijn belangrijk in Bijbelse verhalen. Bethanië betekent huis van smarten. Huis van smarten. En het ligt tegen de Olijfberg aan. De heuvel net buiten Jeruzalem, waar Jezus na zijn laatste avondmaal naartoe gaat om te bidden. God, laat deze kelk aan mij voorbij gaan. De Olijfberg, waar hij zal worden gearresteerd en zijn weg naar de kruisiging begint. De Olijfberg is ook de plaats waar veel Joodse mensen zijn begraven, omdat ze verwachten dat de opstanding van de doden hier zal beginnen. En precies op deze plaats is Jezus' vriend Lazarus gestorven. Zijn naam betekent Eliazar. Dat betekent: God is Israëls helper. God is helper. Op die God zal Jezus niet te vergeefs een beroep doen. Dat zal ook gelden als hij zelf stervende is. Aan het kruis hangend roept hij: God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We hebben het gehoord bij de intro van deze korte dienst. Maar die psalm die gaat verder, want na God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten, klinkt ook: op uw God hebben onze vaderen vertrouwd en u hebt hen geantwoord. Jezus' beden blijft niet alleen bij een wanhoopskreet, maar er klinkt ook vertrouwen in de woorden, dat je gehoord zal worden, van verre gehoord. Verre. Lazarus komt naar buiten. Hij leeft. Maar hij zal ook sterven en wederom begraven worden. Net zoals iedere mens sterft, vroeger of later. Verwacht of onverwacht. Na ziekte of plotseling overvallen wordend door een einde. We gaan op weg naar Pasen. Maar geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Ook Jezus zal dat lijden tegenkomen. Ook hij zal sterven. Net als wij. Een indringend gebed verhoort het op dus. Als u God Jezus hebt gered van de dood. God als hij dood en begraven toch leeft bij u. Red dan ook ons. En houd ons in leven. Haal ook ons door de dood heen en maak ons nieuw. Want waarom Jezus wel en waarom wij niet? Wij zijn toch ook mensen, uw mensen.